Constantijn Huygens studeerde rechten in Leiden en sprak vele talen. Hij was dichter, muzikus, diplomaat en secretaris van de drie opeenvolgende Oranjes. Zijn werk is niet altijd eenvoudig, wat komt door de vele woordspelingen en de dubbele bodems. Uitzondering misschien zijn de puntdichten en een hekeldicht als Kostelijk Maal en zijn klucht Treintje Cornelis. Zijn kenniskring is uitgebreid. Hooft, Spinoza, Rembrandt en Descartes kunnen daaronder gerekend worden. Hij krijgt een plaats in het Pantheon en een witte roos. Al was het alleen maar voor het prachtige sonnet dat hij schreef naar aanleiding van de dood van zijn vrouw. Waarin de regel voorkomt: en het is hoogdag en zie mijn sterren niet. Vochtig zuien, schort u buien, overmuien. Ene dag, die ik garen, zonder baren, stil en klaar en droge zag. Noordervlaggen, laat u dragen, daar de dagen, nachten zijn, daar de nachten, nooit en lachten, nooit en wachten, zonneschijn. Helder oosten, u vertroosten, tegen troosten, vierig droog, kan ik missen, naar mijn gissen, uit het pissen, van omhoog. U voor het leste, u voor het beste, roeig weste, roep ik aan. Leent u lauwheid, dat geen grauwheid, zemelsblauwheid mag bestaan. Ingevallen, geen van allen, kan bevallen, mijn gebed. Valt aan het blazen, valt aan het razen, als vier dwazen, zonder wet. Al uw koelen, al uw kroelen, al uw woelen over het ei, al uw buien... Voert mij huien, het hoofd van muien, niet voorbij.